Ja, goedemorgen. Goedemorgen met Wil van Del van het programma Delsbouw. Welkom hier in het programma. Dank je. Bliebe, de reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de nieuwe single samen met Sidekick. Ik zie jou. Ja, leuk hè? Ja, het was een beetje een verrassing toen de single deze keer binnenkreeg. Oh ja? Nou, dat vind ik wel leuk. Was het een leuke verrassing? Ja, ik vond het wel. Kijk, natuurlijk vergeleken met andere singles, want ik draai dat ze juist naar Kleur de Dag, hè, dat is weer van een aantal jaren geleden. Ja. En dat was een echte Ruby van Urk single, vond ik persoonlijk. Oké. Ja, en nu deze... Dat vind ik deze ook eigenlijk. Ja. Nu deze samenwerking met Sidekick, hè, en natuurlijk de eerste de brand de vraag natuurlijk, hoe is die samenwerking tot stand gekomen met die heren Sidekick? Nou, ik heb dit nummer gehoord. Het is een bewerking van een liedje. En toen in het origineel zaten ook twee mannen. Dus ik ging op zoek naar twee vrolijke, zingende, stellige mannen. En ik moet zeggen dat in het land de optredens kom ik Sidekick nogal erg tegen. Ja. En dat zijn hele fijne jongens om mee te werken en toen moest ik eigenlijk meteen aan hun denken, dus ik heb ze gevraagd. Ja. En ze zeiden meteen ja. Aha. Het is... Ja, en dan komt deze single uit, ik zie jou. Het is toch een beetje een tijd waar ook nog bijvoorbeeld de groep van de meiden, Judith Peters onlangs ook pas een nieuwe single uitgebracht heeft. Ja, ja. Ook gezien, ja. Leuk. Ook een leuk nummer gemaakt. Ja. En jouw... Dat vind ik wel heel leuk, want eigenlijk riep zij na de meiden heel hard, nou, ga het niet meer doen. En ik ben het een beetje zat, liedjes maken, en het schiet toch allemaal niet op. En ik vind het eigenlijk heel leuk dat ze toch weer iets is gaan doen. Ja, ja. Maar de meiden, dat is echt een gesloten boek. Dat gaat niet meer gebeuren. Nou, ik zeg nooit, maar... Ja, ik zeg nooit. Ik zou het wel leuk vinden. Ja. Ja. Een van jouw laatste singles ook, This is a Moment, ik weer totaal iets anders. Hè? Dat was ook een uitstapje, ja. Denk ik, of niet? Ja, klopt. Ik wil heel graag, ik vind dat liedje heel mooi. En dat wordt heel veel naar je eigenlijk aangevraagd hebben, bruiloften en bijzondere gelegenheden. En ik dacht, ik wil daar nou eens een keer een beetje een... Nou ja, feestachtige versie van maken, zodat we niet altijd, als er dan een bijzonder moment is, die trage, statige versie hebben. Ja. Dus ik wil een beetje knalversie maken. Ja. En er was ook ooit een samenwerking met John Medley, komt dat er ooit nog? Oh, dat weet ik niet. Maar dat zou zomaar kunnen, want John en ik zijn... muziekplaatjes en we hebben vaak ideetjes en dan weer zo. Dus ja. Dat sluit ik zeker niet uit. Ja. Kom, zie je nog wel eens jouw collega's van de mijne, zoals Sascha en Therese? Sascha zie ik eigenlijk niet zo. Kom ik echt gewoon nooit zo tegen met optredens. En Therese had ik best nog wel veel contact mee. Want die heeft bijvoorbeeld ook weer bij dit liedje een beetje geholpen. Hij is eigenlijk wel... een beetje, noem het maar, de stille kracht. Als ik iets maak of iets doe, dan bel ik haar eigenlijk altijd wel even op om te overleggen wat zij vindt, of ze nog ideetjes heeft. En zo heeft ze bij dit nummer ook weer wat ideetjes en tips gegeven. En daar ben ik altijd heel blij mee. Ja. Dat de optredens, doe je toch die speciale optredens, Ruby, met die dinners, die theatershows, doe je daar nog iets mee of niet? Op het moment niet, maar ik ben wel weer bezig en dat zit in de pen en in mijn hoofd en ik ben wel weer bezig om iets te gaan maken voor volgend jaar. Ja. Jij bent naast het zingen wat je zelf doet, ben jij ook een gediplomeerde zangpedagoog, hè? Ja, klopt. En wat is heden ten dagen, wat de werkzaamheden daarin? Wat zeg je? De heden ten dagen, wat doe je daar met die zangpedagoog, hè? Wat ben je met z'n allen? Oh, dan geef je zangles. Ja? Doe je dan. Dus ja. Dat doe ik daarmee. Ja, met wie ben je nou bijvoorbeeld bezig?
ja, ik heb allerlei mensen opgelegd, oud, jong, en dat is hartstikke leuk. Ik vind het eigenlijk het leukste om mensen iets te leren. En ja, het mooie is eigenlijk van zangles geven dat mensen denken dat ze iets moeten kunnen, of iets te hoog of te moeilijk geschreven is. En dan gaan we werken aan een lied. Ja. En dan lukt het wel. Ja. En nou, dat is alleen maar hartstikke gaaf. Ja. Mooie eer van je werk, zeg maar. Ja. Zie je zo wel eens in jouw werk, Ruud, bijvoorbeeld iets tegenkomen dat je zegt van wauw, dat kan wel eens een diamantje gaan worden? Nou, dat vind ik heel lastig. Ik zit hier met mijn vriendin in de auto. We zijn gisteren naar de Tilburgse kermis geweest, dat is heel gezellig. Ja. En er waren allerlei optredens. En dan kijken we daarnaar en dan hebben we het over muziek en over artiesten. En ja, helaas is denk ik muziek een van de weinige beroepen waar als je heel goed zingt, dat niet het allerbelangrijkste is. Of eigenlijk niet zo belangrijk. Ja. Er zijn best veel zangers en zangeressen die helemaal niet de allerbeste zangers of zangeressen zijn. Mm-hmm. Maar wel heel bekend en heel veel optredens. En dus ja, een diamantje, ja. Ik zou heel erg zeggen, wat moeten we ermee? Janice Grace is al 40 jaar onze diamant, maar ja, toch gaat het een soort dan niet helemaal in Nederland gebeuren en moet ze het elders gaan zoeken. Dus ik vind dat heel lastig om daar, ja, wat je daarmee moet, zeg maar. Ja, ja. En er zijn heel veel diamanten, ja, zoveel, ja. Ja. Maar wat je ziet de hele te dagen, hè, want in deze periode waar we leven, met die ontzettend veel talentenshows waar je met dood gegooid wordt, dat er zo weinig van blijft hangen. Nou ja, dat komt dan daardoor dat het eigenlijk niet belangrijk is of je het grootste talent bent. Ja. Nee, ik denk dat de oog heel belangrijk is, dat je goed kan netwerken en dat je misschien een beetje bestand bent tegen het artiestenleven en artiest zijn. Dat is ook niet weggelegd voor iedereen. Ik denk dat misschien als je iets ziet aan de buitenkant en zingen, dat allemaal heel leuk en mooi en gezellig is. Maar je moet er ook een hoop voor doen en een hoop voor laten. En dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Dat betekent natuurlijk wel dat je altijd de weekenden en de feestdagen aan het werk bent. En dat is ook een levenskeus, levensstijl. Je bent toch wel altijd weg bij je gezin dan op bepaalde dagen, feestdagen of en bij je vrienden. Dus het is maar allemaal of je dat wil. Ja. Ja, wat? Ja, maar dat klopt. Maar jij weet zelf als geen ander natuurlijk in jouw carrière wat je gedaan hebt natuurlijk. Een paar jaar geleden had je nog een dat mooie jubileumshow voor jou nog, hè? Ja, dat was te gek. Dat is een optreden geweest, dat vergeet je nooit meer volgens mij. Nee, dat zijn ook echt wel hele bijzondere dingen. Dat vind ik zelf wel eigenlijk het allerleukste van muziek en muziek mogen maken, dat je ja dan op hele bijzondere gelegenheden komt en hele bijzondere dingen mag en kan doen. Ja, dat toen, vind ik wel, ja, dat is wel wat muziek voor mij heel speciaal maakt. Wat belangrijk voor jou is dat je meer kunt laten zien, als dat je de verschillende kanten van jou kunt laten zien. Het is niet alleen maar dit, hè? Ja, nee, dat vind ik ook heel erg leuk. En dat blijft ook wel eigenlijk een ding van mij, want dan zeggen mensen, ja, je moet focus zijn, je moet alleen maar dat, maar ik vind het gewoon inderdaad heel erg leuk om verschillende dingen te doen met muziek en nou ja, dat zal eigenlijk altijd wel zo blijven. Ik maak graag uitstapjes, dan even naar dat en dan naar dat en ik vind het ook heel leuk. Ik heb nu weer een nieuwe samenwerking op de plank liggen. Ik heb een heel mooi duet opgenomen. Ja. Het gaat denk ik eind dit jaar uitkomen, dan kom ik er bij je terug. En ik vind het ook heel leuk om samenwerkingen aan te gaan, want dat kan je weer leren van andere mensen, hoe zij dingen doen en aanpakken en dat vind ik heel erg leuk. Nou, je bent en blijft een veelzijdig iemand, hè? Ja, dat hoop ik. We gaan de single draaien. Ik zie jou, Ruby. Als ze luisteraars meer willen weten, dan kunnen ze vinden op jouw eigen website. Daar staat alle informatie op. Ja, klopt. Ik ga jou nog een hele zonnige, warme dag toewensen. Bedankt voor het interview en we gaan de single draaien. Tot de volgende keer. Dankjewel. Jij ook bedankt. Groetjes. Met je programma. Ja, doei. We gaan beginnen. Dames, dames.